actualiteit van de week. Natuurlijk heel wat ergernissen, zeker als je elke dag de kranten leest en het nieuws volgt. En dat doen wij natuurlijk ook als nieuwsexperten. Maar wij hebben overal een mening over. Ja, zijn we experten? Nee, ik denk dat wij... Zelfverklaarde experten. Zelfverklaarde experten, ja. Met gewoon een ergernis waar denk ik toch de meeste Vlamingen last van hebben zo. En dus liggen er hier toch wel weer een paar voor onze neus. We voelen het ook op onze Facebook en op de pagina's. Daar zie je de reacties en de meeste reacties, die artikels halen we er al uit. Welke taal sprak jij vroeger op de speelplaats? Je bent naar internaat geweest, hè? Ik ben in Wallonië op school. En daar uiteraard spreek je Frans. Hè? Ja. Want we zitten daar in Wallonië, zo? Dan praat je Frans. Ja, tuurlijk. Er waren geen andere Vlamingen. Ja, maar je weet, thuistaal op de speelplaats zal op termijn leiden tot meer en beter Nederlands, zegt men. Even duiden, thuistaal. Thuistaal? Nederlands, Vlaams? Ja. Maar blijkbaar vinden een aantal mensen van de scholengroep, die zeggen van kijk, als de... die allochtoontjes, zal het maar zeggen. Voilà. Daar gaat het om. Hè. Arabisch of Turks willen spreken. En hebben ze nog een paar Spanjaarden bijgenomen, ook om het allemaal erdoor te duwen. Als die dat onder elkaar willen spreken op de speelplaats en in de klas, dan mag dat. Nee, voor mij niet. Nee? Nee, voor mij niet. Volledig tegen? Volledig eigenlijk tegen. Kijk, ik had eigenlijk twee keuzes. Ik heb die keuze ook gemaakt. Ofwel leerde ik ze een gevechtsport, dat mag heel hard klinken, mijn dochters. Ofwel leerde ik ze Arabisch. Om welke reden? Ofwel te verdedigen met handen en voeten, als er zich een conflict zou voordoen. Ja. Ofwel dat ze zouden verstaan wat er achter hun rug zeg maar, geroepen zou worden. Dan moesten ze zich mondeling gaan verdedigen. Wel, ik heb toch maar voor het eerste gekozen. Oké, heel fijn. Maar je kan toch op een speelplaats niet rondlopen en al die jongeren, die kinderen... Nee, maar je verstaat ze niet. Daartegen... Je verstaat ze niet maar dat is ons probleem. Ik vind als je in... Nee. Ik vind als je in België bent, als je in Vlaanderen bent, want het gaat even over Nederlands, dat je de Nederlandse taal volledig moet beheersen. Dat het zelfs een zeer, zeer, zeer oncomfortabel gevoel geeft als er iemand Arabisch aan het praten is en je verstaat er geen knijt van. Ik vind het heel vervelend. Nee, het stoort me niet dat iemand Engels praat. Het stoort me niet dat iemand Frans praat. Het stoort me niet dat iemand Spaans praat. Dat zijn voor mij eigenlijk, dat zijn Europese talen. Dat is zelfs chic. Ik vind het zelfs sterk als iemand die talen praat. Maar vandaag zit daar een negatieve connotatie aan, vind ik. Ik vraag me trouwens af, die jongeren die dan de Nederlandse taal niet machtig zijn, hoe gaan die dan solliciteren nadien? Dat is sowieso al een zeer groot probleem. Gaan ze daar ook de taal aanpassen dan? Vacatures in de taal? Kijk, maar dat is het dus. Hè? Want we hebben zoveel vingertjes al gegeven in de voorbije decennia dat het eigenlijk handen zijn waar ze nu mee gaan lopen. En ik vrees als we inderdaad ook die taal gaan toelaten, dat hek volledig van de dam is aan elkaar. Ook gewoon zelfs niet meer kunnen communiceren met elkaar. Maar gewoon ook praktisch. Stel je voor, ik probeer mij in te beelden, je bent een leerkracht. Je staat in een klas. Er zitten wat Marokkanen, wat Turken, Spanjaard. En die mogen in de klas in hun eigen taal communiceren. Dus dan betekent dat toch dat die leerkracht wil die een klein beetje volgen. Want voor hetzelfde geld zegt een van die jongeren, de leerkracht is een trut, is een vet wijf. En noem maar op in de taal. Dan weet zij toch niet wat er gebeurt in de klas. Ik bedoel, de N-VA is blijkbaar zo wat de enige die zeggen met Bart de Wever van, ik vond het eigenlijk wel geestig, dat het een aprilgrap was. En dan kreeg je natuurlijk heel de goede gemeente over zich. Maar ik kan niet begrijpen dat je zelfs dat idee oppert. Ik vraag, hoe kom je erop om te zeggen, als ze hun eigen taal gebruiken, want Nederlands is sowieso de derde taal, wordt dan gezegd. Oké, goed, maar je leeft in Vlaanderen, ze hebben ook ooit die keuze gemaakt om naar hier te komen. Hoe kan je dan integreren? Voilà. Niet, daar gaan we weer. Nog een kloof erbij. Ja. Maar dat is ook goed nieuws voor het Koningshuis, denk ik dan. Want dan kunnen ze de kinderen Frans laten spreken in het Nederlandstalig onderwijs. Dat vind ik wel goed. Dat is doorgetrokken. België is tweetalig, op zijn minst. Oké, okay. Andere actualiteit van de afgelopen dagen en week. wie is de grootste werkgever in het land? Wie is de grootste werkgever? Ja, de grootste werkgever in België. Ik weet het niet, het is een strikvraag. Is het overheid, wat denk je? Overheid. Uiteraard. Absoluut. Overheid is de grootste werkgever. En dan denk je toch, zo groot, goed georganiseerd, perfect. Not. Ja. Daarom het is in België, hè? Dominique Dutry werd wereldnieuws in België. 17 jaar lang voerde ze niets uit.
als ambtenaar. En 17 jaar lang kreeg ze 2.900 euro per maand op haar rekening om niets te doen. En ze biechtte het zelf op, want ze voelde zich een beetje ongelukkig. Heeft ze een burn-out? Ja. Om maar te zeggen, ambtenaren, ik weet, we gaan ons nu weer niet populair maken. We hebben er een paar te veel. Ik heb het even opgezocht. Duiding is altijd interessant. In andere media vindt u dat minder en minder, maar bij ons wel. Wij hebben 4 ambtenaren per 100 inwoners. U hoort goed, dus per 100 man zijn er 4 ambtenaren. Ja. En krijg ze aan de lijn, stel ze een vraag, ze kunnen het nog niet beantwoorden. Oké. In Duitsland, even, mag ik even nog? Ja, in Duitsland 3,2. In Nederland 2,9 en het EU-gemiddelde is 3,3. En dus het loon van die ambtenaren, moet ik het getal geven van hoeveel het er exact ongeveer zijn? Want misschien komen er nog bij nu. 426.689 ambtenaren. Pakweg een 500.000 ambtenaren in België. En dat is 7,1% van het BBP van het land. Hun lonen. Want een ambtenaar, die brengt niet op. Die kost alleen geld. Overheidsgeld. Ja? Belastinggeld. God, dat is wel... En zeker van hun pensioen, hè, man? Ook nog eens, oh, hè? Dus stel dat we de ambtenaren op hetzelfde niveau als Duitsland brengen... Dan? Hè, dus dan zouden er 85.345 ambtenaren moeten ontslagen worden, afvloeien. En dat is een besparing voor de kas, en nu wordt het interessant, van 5 miljard euro. Het is een gedacht. Ja. Het is iets leuks. Dat is 1113 euro bruto per werknemer en gepensioneerde meer. Als we gewoon 85.000 ambtenaren... Maar we maken ons wel zeer populair weer op dit moment. En dat zijn bezig. Cijfers. Maar het zijn echt wel inderdaad cijfers. Natuurlijk. Maar er scheelt toch iets met dat ambtenarengedoe? Als je 17 jaar lang niets kan doen en per maand geld verdient, dat is nog erger dan een parlementair. Oh. Zegt hij het zelf. Maar ik wist dat. Ik moet ergens snijden in het begin. Ik weet dat mensen dat sowieso klaar zitten om te tikken en die gaan het dan zeggen. Voilà. Okay, ik zou zeggen, tijd voor een gebedje. Och, allee, kom aan. Wat? Nee. Een bezinningsmoment. Iedereen heeft het nodig, een bezinningsmoment. Je moet niet buiten gaan. Je moet niet buiten gaan. Zet gewoon de televisie open. Nog beter. Als je dan toch lui bent en je wilt religieus zijn, dan volg je het via televisie of radio. Ja, doe je dat soms, de Eucharistie-viering? Nee. Ben je christelijk? Nee. Goh, ik ben gedoopt en ik ben heel de rimram doorlopen. Ik heb mij ongelooflijk geërgerd als ik ooit het Vaticaan heb gezien. Mooi, hè? Degoutant. Maar dat is dan een andere... Oh, God, maar de maar glitter en praal. Oh, ja, voilà. Dat is dan een andere ergernis. Dat is zoals wat de Kardashians van Rome, maar dan katholiek. Zo, hè. Zo de Vaticaus met een jurk. Echt wel, echt wel. Ja, dat is waar. Ja, enfin, nee, we wijken af. Dus dit gezegd zijnde, kijk ik soms naar... Nee, nooit. Maar ik heb goed nieuws. Ja? Want? Ik heb goed nieuws. Je kijkt niet, maar je gaat binnenkort wel kijken, want er komt meer religieuze beleving op de televisie, op de openbare omroep, de VRT. Ik weet, Joyce, je probeert je te verdiepen in de islam, wat dat betekent voor onze samenleving. Dat is echt grappig van vandaag. Nee, maar echt. Ja. De islam is... een religie die met een negatief beeld kampt. Ze kunnen daar niet aan doen. En daarom gaan ze ons daarom. Om die reden gaan ze ons nu de positiviteit laten voelen om dat ook op televisie te brengen. Ja, dus de VRT zal voortaan ook de islamitische erediensten uitzenden. Aan de 40 uitzendingen op 1 van verschillende godsdiensten worden 2 islamitische vieringen toegevoegd. En zowel bij de moslims als bij de katholieken wordt positief gereageerd. Minder animo is natuurlijk bij de atheïsten die helemaal niet op tv mogen komen. Oké, maar dan zet je tv gewoon niet op. Voilà, dat is een ergernis minder. Want eigenlijk in 1974, dus we zijn eigenlijk 43 jaar te laat, hebben ze de islam herkend in België als een erkende godsdienst. Mm-hmm. Dus ja, die mensen mogen er ook deel van uitmaken, zeker. En dus vind je dat leuk? Nee. Vind je dat religie op televisie moet gebracht worden? Op bijvoorbeeld de openbare omroep? Dat nog een taak is van de openbare omroep? Eigenlijk niet. Om eucharistievieringen of whatever. En daar zit ongetwijfeld wel weer iets achter wat ze niet meedelen met de mensen. Waarom? Dat het nog altijd op televisie komt.
Waarom? Eén, ze krijgen geld. Het is een erkende religie. Nee. En de erkende religies krijgen toegang, dat heet uitzendingen door derden. Ik heb in mijn vorig leven 10 jaar lang gepleit voor het afschaffen van alle uitzendingen door derden, door de openbare omroep, onder het motto, wil je je eigen islam-tv, weet je wat, financier het zelf. Het is eigenlijk zo'n beetje moedeloos zitten, omdat je kunt wel een mening hebben, maar je kunt er eigenlijk niets meer aan doen. Maar je mag het bijna niet meer zeggen, deze mening. Voilà, ook al. Mag ook al. Als je dit zegt, dan zeggen ze, islam, jij bent er tegen, ben je islamofoob. Nee, ik vraag eigenlijk respect vanwege mijn visie. En dat wil dus zeggen, geen inmenging van welke religie dan ook in mijn leven. Punt. Sinterklaas mag nog langskomen met zijn kruis, maar daar stopt het dan. Met zijn kruis? Op zijn meter. Goh ja, dat ze daar nog niet over gezaagd hebben. Dat komt nog. Dat komt nog. Binnenkort. Ja, effectief. Okay. Ja. En dit was dan maar een klein stukje van de ergernis van de afgelopen week. Nog eentje meegemaakt? Ongetwijfeld. Dat is voor de volgende keer dan. Ja, we gaan het opsparen. Oké. Okay. Tjuttig. Ja. Heb jij een mening? Stel je voor. Posten onder onze talk. Ja. En wij lezen ze. En beantwoorden ze. Ongetwijfeld. Misschien ook dat nog. Misschien niet. Ook dat nog. Tot de volgende. Bye bye. Met de Hospie Pluskaart van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds moet je geen zorgen maken over ziekenhuisfacturen of voorschotten, zodat je al je aandacht kan richten op je herstel. Ontdek meer voordelen op vnz.be.